Hallo mensen van Verleiboord Bewust, welkom bij weer een nieuwe video. Vandaag is er iets speciaals, want ik doe mee met een wedstrijd genaamd Farmvloggers. De bedoeling is dat we mensen gaan laten zien waarom het zo leuk is om boer te worden. En ik ga jullie nu even laten zien wat er zo leuk aan is. Een van de dingen die heel veel mensen denken bij de boerderij, allemaal ouderwets, ze melken nog met de hand, ze hebben geen machines en allemaal van dat soort dingen. Maar dat is eigenlijk helemaal niet zo. We hebben heel veel machines hier, waarvan ik er nu een paar ga laten zien. En we zijn eigenlijk heel mooi daar. Hier. We hebben een melkrobot. Die doet eigenlijk gewoon het melkwerk voor ons, waardoor we zelf bijna niks toe te doen. De koeien lopen er gewoon zelf naartoe en heel soms moeten we een koetje melken. Dus eigenlijk gaat het wel makkelijk. We hebben een chauffeur waarmee we al het voer kunnen aanschuiven. En al het voer dat we gaan voeren in een bak kunnen doen. Zodat we dat hier kunnen verspreiden over de stallen. Dus eigenlijk gaat het ook allemaal heel makkelijk. En we doen ook nog eens alles aan de computer. Hier kan de boer alles zien. Bijvoorbeeld het aantal melkingen, melkproductie. Dat vind ik helemaal niet zo moeilijk. Dat kan allemaal heel makkelijk. Maar nu moet ik jullie nog eigenlijk vertellen wat er nou zo leuk is om boer te zijn. Nou, daarvoor ga ik mijn vader interviewen, die zelf boer is. Ik zit er nu naast Jan Oskam, dat is mijn vader dus. Hij is de boer op het bedrijf Wellon, hier dus. En ik ga hem wat vraagjes stellen over wat hij leuk vindt om boer te zijn, wat hij er nou leuk aan vindt om boer te zijn. En dat is ook meteen de eerste vraag. Nou, ik vind het leuk om boer te zijn, omdat je dan heel veel met de natuur te maken hebt. En wat ik echt leuk vind aan de natuur is het oogsten. En dat kan een oogst gras wezen, dat kan een oogst maïs wezen. Of een kalfje, dat is ook een oogst eigenlijk. Of een tank voor melk, is eigenlijk ook de uiteindelijke oogst. Dat vind ik eigenlijk het mooiste. En eigenlijk, dat je dat je alles wat je geleerd hebt, om dat te bereiken. En als dat dan lukt, dan geeft dat heel veel voldoening. En waarom ben je vroeger boer geworden? Om dezelfde reden of om iets anders? Nou, in eerste instantie omdat het misschien veel vrijheid geeft. Je hebt een erf en een stal en een beesten en een trekker. En dat geeft je veel vrijheid. En uiteindelijk komt daar ook nog een stuk ondernemerschap bij kijken. Dat is ook belangrijk als boer. En dat je met de seizoenen te maken hebt, de natuur en de dieren. Dat zijn allemaal redenen waarom ik het leuk vind. En waarom zou je het mensen aanraden om boer te worden? Nou, het is alleen leuk als je het doet om de redenen die ik heb genoemd. Dus de natuur, de seizoenen, de dieren. En je moet het niet voor het geld doen, want het is niet veel, je kunt er niet veel mee verdienen. Oké, nou bedankt. Ja. Ik hoop dat mensen dat van hebben. Hopelijk vond je dit een leuke video. Doe even een blauw duimpje omhoog. Deel deze video met iedereen die je kent. En ciao.